Dit is de tweede video die ik vandaag opneem en ik heb nu niet van outfit veranderd. Maar ja, weet je, laten we ook maar gewoon real zijn. Daar heb ik natuurlijk ook gewoon helemaal geen zin in. En wat maakt het uit dat ik in twee video's dezelfde outfit aan heb? Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik had vandaag een vrijdag, want het is nog vakantie. En ik wilde graag een video voor jullie opnemen. Toen heb ik jullie om ideetjes gevraagd op Instagram. Daar kreeg ik heel veel antwoorden op. Toen zat ik te twijfelen. Zal ik een Q&A opnemen? Of een opmaken en kletsen? Toen kreeg ik een paar berichtjes van waarom combineer je het niet gewoon? En toen dacht ik, waarom doe ik dat inderdaad ook niet? Aangezien ik me toch nog niet heb opgemaakt, dacht ik, dan kan ik net zo goed nu gewoon een opmaken en kletsen Q&A video opnemen. Want ja, ik ben natuurlijk best wel lang weg geweest van YouTube op deze manier. Ik maak natuurlijk wel elke week nog een weekvlog voor jullie. Wat ik ook echt super graag doe. Maar ik heb gewoon helemaal geen tijd meer gehad om een keertje gewoon een normale video op te nemen. Ik ben echt wel even eraan toe om nu eventjes met jullie te kletsen. Gewoon weer een keertje tegen jullie te praten. Een beetje te vertellen over mijn leven. Ik weet niet. Ik heb het gevoel dat dat even nodig is. Goed, ik ga me vandaag gewoon opmaken. En ondertussen ga ik wat Q&A vragen beantwoorden van jullie. En ja, daar heb ik heel erg veel zin in. Dus laten we snel gaan beginnen. Ik gebruik deze concealer van Revolution. Conceal Define is echt top. Kan je krijgen bij de Kruidvat. 5 euro. Echt een top concealer. Ja, ik weet niet of ik bij alles nou echt zo goed ga laten zien wat ik gebruik. Want zo boeiend is het allemaal niet. Ik heb hier een spiegel aan die kant. Die heb ik nu heel even nodig. Nou, heel mooi dit. Waar gaan we beginnen? That's the question. Ik merk gewoon nu heel erg. Ik wilde vandaag een video opnemen. Ik kreeg heel veel video ideetjes. En ik kreeg dingen als morning routine. En weet ik veel, mukbang. Pashokje shoplog. Maar ik merk gewoon de laatste tijd dat ik veel meer behoefte heb aan wat meer real video's maken. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar kijk, ik ben altijd gewoon mezelf op YouTube, absoluut. Maar ik merk gewoon dat ik niet meer echt de behoefte heb om helemaal doordachte video's te maken of zo. Ik merk gewoon dat ik veel liever wat meer echt mijn leven of zo wil delen. Zo, daarom vind ik het oprecht ook gewoon leuker om alleen weekvlogs up te laden en niet eigenlijk meer elke week een video zoals dit. En dit wat ik nu opneem vind ik echt ontzettend leuk, want ik heb nu gewoon echt het idee dat ik gewoon lekker kan kletsen en dat ik niet moeilijk hoef te doen. Ik heb gewoon mijn camera hier staan, ik klets tegen jullie en that's it. Ik weet niet of jullie een beetje begrijpen wat ik bedoel, maar aangezien ik ook gewoon niet zoveel tijd meer heb met school, lijkt het me gewoon veel leuker om gewoon een beetje wat, ja, echtere video's te maken of zo. En wat meer echt mijn leven en niet te veel van die standaard dingen meer. Maar gewoon lekker kletsen met jullie. Ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. Ja, ingewikkeld. Laat ik nu maar gelijk even overspringen naar het onderwerp hoe het met me gaat. Hoe het op school gaat. Hoe mijn leven is. En ja, ik heb er heel veel vragen ook over gekregen op mijn Instagram. Dus laat ik die vraagjes maar even aanhouden. De eerste vraag die ik kreeg was, hoe bevalt het om na een tussenjaar weer iedere dag naar school te moeten? Nou, ik heb natuurlijk 2 tussenjaren gehad. Ik moet heel eerlijk zeggen, het was wel even een dingetje toen ik weer naar school moest. Ik vond het zo wennen. Ik vind het super leuk en ik ben heel erg blij dat ik weer naar school ga. Want mijn leven is daardoor echt wel Mijn leven is daardoor wel echt verbeterd. Want ik merk ook, ik ben best wel een beetje afgevallen. Omdat mijn leven gewoon meer op een rijtje staat nu. In plaats van dat ik de hele dag loop te vreten. Thuis, uit verveling. Wat ik vooral heel erg wennen vond, is denk ik dat ik mijn vrijheid een beetje kwijt was. In mijn tussenjaar kon ik echt doen wat ik wil. Ik kon opstaan wanneer ik wil. Ik at wanneer ik wil. Ik kon random vakanties inplannen. Ik kon gewoon
alles doen wat ik wilde, want ik kon het zelf inplannen. En dat kan nu niet meer, want je zit gewoon aan school vast. Verder vond ik het gewoon fantastisch om weer naar school te gaan en ik zit helemaal op mijn plek en ik mag gewoon niet klagen. Ik heb het gewoon super leuk op school, dus ja. Volgende vraag was, hoe vind je het om op jezelf te wonen en vind je het leuk om in Tilburg te wonen? Zo ja, waarom? Ik ga ondertussen even verder, want ik ben natuurlijk weer niks aan het doen met mijn make-up en dat moet ook gebeuren. Ik gebruik nu een bronzer. De Honolulu bij W7 bronzer, die gebruik ik altijd, is echt een topding. Oké, het is wel moeilijk om bronzer op te doen en te praten tegelijk. Het bevalt me echt super goed om op mezelf te wonen. Ik ben nu bij mijn moeder thuis, omdat het vakantie is. En ik mis het oprecht gewoon heel erg om in Tilburg te zijn. Ik kan niet wachten tot ik weer terug ga. Maar ik vind het gewoon super chill. Ik woon natuurlijk met vriendinnetjes samen, Soraya. En dat is sowieso al super fijn en gezellig. Het valt me gewoon heel erg goed. Het enige waar ik moeite mee heb is om elke dag weer te verzinnen wat ik moet eten. En dat ik me bij moet houden om boodschappen te doen. Dat ik niet thuis kom en denk, ik ben dit, ik moest dit halen, shit. Maar verder bevalt het me echt perfect. Ik vind het super leuk om op mezelf te wonen. Ik vind het heel chill om mijn eigen ding te doen. En dat is echt super fijn. En om in Tilburg te wonen. Nou, het ding is, ik altijd vraag mensen: hoe is het eigenlijk om in Tilburg te wonen? Is het leuk in Tilburg? Tilburg is wel gewoon mijn lievelingsplekje nu geworden. Maar dat is puur door het feit dat gewoon al mijn vrienden daar wonen. En dat is gewoon wat ik gewoon zo ontzettend fijn vind. Ik heb gewoon super veel vrienden gewoon op een hele korte afstand zitten. En dat is gewoon zo fijn. Want ik heb dat ook eigenlijk nooit echt gehad. Omdat ik altijd verder weg op school zat. Dus daarom heb ik gewoon nooit echt meegemaakt dat mijn vrienden zo dichtbij wonen. En dat heb ik nu wel. En dat is gewoon zo fijn. En ik ben weer niks aan mijn make-up aan het doen. En de zon komt. En dat is ook vervelend. Ik ga jullie even een beetje zo draaien. Ga ik oogschaduw opdoen? Nee, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Daarom ga ik oogschaduw opdoen. Ik ga gewoon gelijk aan mijn mascara. Dus ja, dat is wat ik echt zo fijn vind aan in Tilburg wonen. Oh ja, welke nadelen van op jezelf wonen heb je ondervonden? Nou, het grootste nadeel is dus inderdaad dat boodschappen doen. Afwassen vind ik ook niet echt een heel leuk klusje. En elke dag zelf moeten koken. Ik vind koken echt niet erg. Maar ik mis het toch wel dat ik gewoon thuis kwam dat mijn moeder eten had gemaakt. En nu moet ik het zelf doen. Misschien had ik deze vraag moeten beginnen. Voor de mensen die het nog niet weten. Nou goed. De vraag was, wat voor opleiding doe je? En is het ook echt iets wat je dan later wil blijven doen? Ik studeer muziektheater op Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. En dat is eigenlijk gewoon een musical opleiding. Ja, het is in ieder geval een hele leuke opleiding. Ik leer er ontzettend veel. Ik word super goed geholpen met alles en ik ben gewoon heel blij dat ik deze opleiding doe. Het hoofdvak bij ons is voornamelijk zang. Dat is zeg maar het... Ja, en spel ook. Dat zijn wel de twee belangrijkste dingen. Maar alles is uiteindelijk belangrijk. Maar goed. Ik ben er even... Oké. Is dat echt iets wat je later wil blijven doen? Ja. Anders had ik de opleiding natuurlijk ook niet gedaan. Maar ja, ik wil heel graag, ontzettend graag later in musicalproductie spelen. Ga ik even highlighter opdoen. Dat is leuk, aangezien de zon nu op mijn smoel staat. Dit is ook gelijk alles wat ik aan mijn make-up doe. Dus dat was wel super lekker saai, maar goed. Oké, wat vind je het moeilijkste van je opleiding? Het moeilijkste van mijn opleiding vind ik dat je er altijd moet zijn. Als in, en dan niet, bedoel ik niet fysiek aanwezig. Maar dat je altijd je best moet doen. Altijd mentaal erbij moet zijn. En als je een keertje niet zo lekker voelt of gewoon niet zo goed in je vel zit, dat het dan heel moeilijk is om me daar overheen te zetten. En dat dat gelijk ook invloed heeft op alles wat je doet op school. Dat is wel lastig. En je gaat natuurlijk ook met onzekerheden om. En je krijgt veel op je af. En dat is soms wel heel erg moeilijk. Maar je bent met zoveel leuke mensen op school dat je daar wel heel veel steun uit haalt. En we doen uiteindelijk allemaal hetzelfde, dus we begrijpen elkaar daar ook in. Ja, dat. En dan had ik hier nog een vraag. Hoe ga jij om met onzekerheid? Je bent vast veel bezig met jezelf verbeteren bij je opleiding. Dat klopt. Hoe ga ik daarmee om? Nou, ik heb er zeker al wel dingen in meegemaakt met die onzekerheden. Ik probeer het voornamelijk gewoon ook echt te bespreken met vriendinnen.
Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En eigenlijk ook met docenten bespreek ik het. Ik denk dat praten gewoon heel belangrijk is daarin. Het niet bij jezelf houden, maar gewoon met andere mensen erover hebben. Want dat helpt gewoon echt ontzettend goed. Want als ik het allemaal maar bij mezelf hou, dan word ik op een gegeven moment ook gewoon gek. Dus ik denk dat dat wel mijn grootste tip is om met onzekerheid om te gaan. Gewoon erover praten met mensen, want dat helpt echt heel erg. En af en toe ook gewoon accepteren als je je gewoon even niet zo chill voelt. Dat gewoon even over je heen laten komen. Ja, dat denk ik. Dus dat waren een beetje de vragen die ik had gekregen. Maar het gaat dus eigenlijk super goed met mij. Ik ga dus bijna weer naar school. Waar ik echt heel erg veel zin in heb. Nieuwe periode, nieuwe kansen, nieuwe alles nieuw weer. Dus dat is fijn. Daar ben ik heel erg blij mee. Gewoon weer even met een frisse start beginnen. Dus ja, het gaat eigenlijk heel erg goed met mij. En ik ben gewoon heel erg gelukkig. Dus ja. Nou, laat ik deze video nu maar afsluiten. Want ik heb al veel te lang gepraat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze video te kijken. Sorry als hij een beetje lang duurde. Maar het leek me gewoon weer echt even leuk om tegen jullie te praten. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!